Wij van GroenLinks vinden het niveau van het voetbal in Leiden hoog genoeg. Ja, volgens mij is het geen discussie dat iedereen graag zou willen dat Leidse voetbal weer wat hoger speelt zoals waar het vroeger ook speelde. De afgelopen jaren zaten we er soms dichtbij. Boshuizen steeds in de nacompetitie, nu weer tweede. Lugdunum laatst gepromoveerd. Maar natuurlijk zou het prachtig zijn als we straks weer een derde divisionist in Leiden hebben. Alleen, dat is niet iets wat je even als gemeente kan regelen van volgend jaar hebben we een derde divisionist. Je moet er natuurlijk gewoon voor zorgen dat die clubs breder worden, sterker worden, meer jeugd hebben. Dat een derde van de Leidse voetbalkinderen die nu buiten Leiden voetbalt, weer in Leiden wil komen voetballen. En dan heb je uiteindelijk bredere clubs waar misschien op termijn ook wel weer wat hoger niveau voetbal in zit. D66 gelooft in de kracht van voetbalclubs. En voetbalclubs bepalen zelf op welk niveau ze spelen. De gemeente is er om hun te ondersteunen om die groei te bewerkstelligen. En als dat betekent dat clubs op welk niveau dan hoog dan ook uitkomen, dan zijn we daarvoor. Nou, daar is de SP het mee eens. We vinden het vooral belangrijk dat er genoeg voetbalclubs zijn in Leiden. En dat iedere Leidenaar zou kunnen voetballen. En het zou mooi zijn als een paar voetbalploegen nog wat hoog zouden kunnen komen. Maar wij vinden als gemeente dat aan hun ligt. En niet, dat hoeven wij niet voor hun te gaan doen. Volgens mij is het niet aan de politiek om te bepalen of het niveau van de Leidse voetbal hoog genoeg is of niet. Maar is dat voor de club zelf. En als zij het ambitieniveau hoog hebben staan, dan wens ik ze veel succes. En dan hoop ik dat ze dat niveau ook gaan halen. Maar dat is niet aan de politiek. Leidse clubs in de derde divisie voetbal zou mooi zijn, maar dat is aan de Leidse club zelf. Dat is niet aan de politiek. Dus als de Leidse club daar naartoe willen werken, dan zou dat natuurlijk mooi zijn. We zouden dat kunnen ondersteunen, maar het is voornamelijk aan de Leidse clubs zelf.